In deze uitzending van Uit een Oude Klomp, een programma met historische beelden uit de gemeente Soest, verzorgd door de historische vereniging Soest-Soesterberg, gaan we terug naar de jaren 80 van de 20e eeuw. Toen werd er in Soest nog volop gebouwd, en met name in Overhees, maar ook in Amerikaanse wijken in Soesterberg. U ziet videobeelden gemaakt door filmfotograaf Herman van Dam, welke onderdeel zijn van de door hem uitgebrachte videokranten. Achtereenvolgens zien we beelden van twee locaties die worden afgebroken voor woningbouw en nieuwbouw, te weten de Willy Broederschool aan de Willy Broederstraat, als ook de christelijke MAVO die gevestigd was aan de Prins Bennelaan. Dan vervolgen wij de uitzending met uitreiking van sleutels voor de woningen achter het winkelcentrum Overheest en ook op Libel Krekel. Vervolgens de eerste paal die in de grond wordt geheid voor Overheest 4. Sleutels die worden uitgereikt van Splits Flats op de Haverweert. De voorgenomen afbraak van het gebouw El Teto aan het Rifje. En tot slot de ingebruikname van het seniorencomplex Vijverhof in Overhees. En de start van een woningbouwproject aan de Mercury in Soesterberg. Dit is Soest-Zuid, de Willy Broederstraat. En we bevinden ons bij de Willy Broederschool. Een school die al geruime tijd leeg staat, hoewel de kinderen nog wel hier lekker in de bomen op het schoolplein raffelten. Sinds medio 1982 staat deze school leeg en de gemeente Soest heeft naastig naar een oplossing gezocht om een nieuwe bestemming te vinden voor dit schoolgebouw. Dat is nu gevonden. De Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten heeft het gebouw kunnen kopen van de gemeente Soest. Een fijn initiatief, want nu zullen ook ouders van geestelijk gehandicapte kinderen uit Soest gebruik kunnen maken van een mogelijkheid om hun kinderen goed te laten begeleiden. De christelijke MAVO aan de Prins Bernhardlaan in Soest, die wordt afgebroken. Dat kunt u achter ons zien. We hebben erover even een gesprek met de heer Ten Broeke. Die is oud-directeur van deze christelijke MAVO. Meneer Ten Broeke, binnenkort dan worden hier, vanaf 1 februari ongeveer, de zogenaamde Q-buswoningen gebouwd. Er komt dus woningbouw in plaats van deze school. Ja. Wat vindt u daar nou van, dat u dit hier ziet afbreken en dat deze woningen hier komen? Ik vind het natuurlijk jammer dat mijn school, mag ik wel zeggen, dat die gaat verdwijnen. Hè? Heeft er nou vanaf 1921 gestaan en ik heb er zelf 30 jaar in rondgescharreld en een beetje de baas geprobeerd te spelen. Maar ja, nou is het gebeurd. En voor veel Soestenaren zal het een vertrouwd beeld, dat gaat weg. Nou, u heeft vele leerlingen gehad, denk ik. Ik denk wel dat dat wel in de duizenden loopt hoor, zo aan de hand. De laatste jaren was toch altijd gemiddeld zo'n 340, 350 leerlingen. En ja, dan kom je wel op die getallen natuurlijk. Hè. Ja. Nou gaat deze school weg, hè? Er komen woningen voor de plaats. Nou, woningbouw is natuurlijk altijd wel goed, want ja, er is nou eenmaal woningtekort. Maar wat zou men, u had het straks over van een andere bestemming misschien voor deze school. Oh ja, het was misschien leuker geweest als het toch als gebouw was blijven bestaan en dat er bijvoorbeeld huiswerkcursussen of sportclubs of dergelijke zaken in konden worden gedaan, is niet zo. En dan had het gebouw tenminste nog die bestemming kunnen houden die het eigenlijk zo'n beetje had. En dat vind ik wel jammer, want nou verdwijnt het en het komt nooit weer terug. Het is toch een stukje van het Soest, waar toch een hele hoop Soestenaren ook straks, omdat ze hier op die school geweest zijn en misschien toch wel een leuke herinnering aan. Ja, er zullen ook wel bij zijn die ik niet zo'n leuke herinnering aan hebben, dat zit er ook wel in. Maar ik dacht toch de meesten het nog wel leuk zouden vinden. En die vinden het natuurlijk jammer dat verdwenen is. Hè. En zo gaat het met zoveel dingen in Soest. En dat moet dan wel, maar het is wel jammer. Nou, nog een paar weken en dan is deze school ook verdwenen. Ja, ik hoop dat ik nog een poosje blijf. Dat zou ik nog wel leuk vinden. Dank u wel, meneer Ten Broeke. Graag gedaan. Thank you.
eerste sleutel woningen achter winkelcentrum Overhees. Aan het Isingserf achter het winkelcentrum Overhees te Soest vond donderdag 14 juni de eerste sleuteloverhandiging plaats. Dit complex, bestaande uit 28 woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens, wordt in de komende maand opgeleverd. Alle woningen zijn inmiddels door woningbouwvereniging Soest verhuurd. Dit project is gerealiseerd door de Soester aannemer van de Grift naar een ontwerp van het architectenbureau Inbo te Woudenberg. Mevrouw Douma, de eerste bewoonster, stond 4,5 jaar ingeschreven als woningzoekende. Uit handen van ingenieur De Reus, directeur van Volkshuisvesting in de provincie Utrecht, mocht zij de eerste sleutel in ontvangst nemen. Onthulling nieuw verkeersbord en laatste sleutels Sanders woningen. In Soest werd het project van 179 energiezuinige eengezinswoningen in de wijk Overhees afgesloten. Wethouder Kingma kwam op een niet alledaagse manier naar de plaats van handeling. In de wijk treedt een nieuw verkeersbord in werking dat aangeeft dat daar niet harder mag worden gereden dan 30 km per uur. Wethouder Plomp onthulde dit nieuwe verkeersbord. Dan moeten we heel hard klappen. Hij nam daarna met Kingma en gemeentesecretaris Kruidwagen plaats in een Renault uit 1925 van garage Stam. Deze reed langzaam naar de woning van Hans Tolboom en Ida Kok, die destijds als eerste de sleutel van hun huis kregen. Daar was ook de familie Vonk, de tot nu toe laatste bewoners. De Sanderswoningen zijn op een bijzonder energiezuinige manier gebouwd. Volgens de bouwers kan dat de bewoner zo'n 700 gulden per jaar schelen. Wethouder Kingma gaf de familie Vonk een boek over tuinieren. Daar gaan we nu naar de woning. Na het officiële gedeelte kregen de bewoners een rondleiding door hun wijk. De straten in deze nieuwe wijk dragen de namen van insecten. Eerste paal in Overhees 4. Een uitgelezen gezelschap, waaronder het college van burgemeester en wethouders, was 18 oktober aanwezig bij de eerste paalslag in de nieuwbouwwijk Overhees 4 te Soest. Hiermee werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van 98 huurwoningen in de vrije sector. De feitelijke bouw is al begonnen. De huurprijzen zullen volgens wethouder Plomp van Volkshuisvesting komen te liggen rond de 600 gulden per maand. De 98 huizen worden in opdracht van BMOG projectontwikkeling in Kampen gebouwd. Het bouwplan omvat 26 hoekwoningen met garages en 72 tussenwoningen met aangebouwde bergingen. De bouw wordt naar een ontwerp van architectbureau Albouw te Amsterdam uitgevoerd door het Soester bouwbedrijf van de Grift. De officiële heipaal werd met verven de grond ingeslagen. Naar verwachting worden de eerste woningen in juni 1985 opgeleverd. Nu al wordt gedacht aan de bouw van nog eens 115 woningen in Overhees 4. In principe is hierover al overeenstemming bereikt. In flatgebouwen aan de Haverweert en de Akkeren te Soest werd onlangs een splitsingsproject van 11 vijfkamerflats afgerond.
Deze grote flats zijn in tweeën opgedeeld, waardoor 22 appartementen ontstonden. Ze zijn eigendom van de woningbouwvereniging Sint-Josef, die tot splitsing overging om de alleenstaande woningzoekenden tegemoet te komen. Grote flats liggen bovendien slecht in de markt. Splitsing laat het mes dus aan twee kanten snijden, goede woonruimte voor jongeren tegen betaalbare huur en voorkoming van leegstand. De heer De Reus, hoofdingenieur-directeur Volkshuisvesting in de provincie Utrecht, overhandigde de sleutels aan de laatste twee bewoners, mevrouw Kooijman en de heer Van den Broek. Vanaf dit moment kunt u ieder die hier thuis hoort in ieder geval zelf eruit schoppen. Dezelfde felicitatie voor u ook, als buurman van deze buurvrouw. Ook van harte gefeliciteerd en ook voor u de sleutels. Nog dit jaar zullen opnieuw een 9-tal flats door de woningbouwvereniging worden gesplitst. Sloop El Teto. El Teto, het hervormde wijkcentrum aan het Driftje in Soest, wordt verkocht aan het Soester bouwbedrijf Van der Grift. Dat bedrijf is van plan het gebouw af te breken en op dezelfde plaats winkels en woningen te bouwen. El Teto vervulde in de 50 jaar van haar bestaan een belangrijke functie in het hervormd kerkelijk leven, met name voor de jeugd. Dominee van Schaik was een van de oprichters. De bloeitijd van El Teto lag in de jaren 50 onder dominee van Kruchten. Met de aankoop van de deel namen de kerkelijke activiteiten af. Nu El Teto verkocht is, gaat opnieuw een stukje oud Soest verloren. Opening De Vijverhof. De Vijverhof, een woningencomplex voor ouderen aan de Klarinet te Soest, werd begin april officieel geopend. Het was al een tijdje bewoond. Het complex omvat 155 aangepaste woningen, een dienstencentrum en een gezondheidscentrum. Er zijn een groot aantal voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Zo is er onder meer alarmbewaking, een wasserette, pedicure, bibliotheek en een kleine winkel. Maar op de Lage Veurse bouwen we eerder ook een winkeltje. De heer Bredeveld heette namens de Stichting Bouwactiviteiten Bejaarden Soest de vele genodigden welkom. Is het vervelend natuurlijk de vraag naar voren gekomen waarom de SBBS dit in deze vorm, dit gebouw, gerealiseerd is? Door de toenemende vergrijzing zal de Vijverhof waarschijnlijk niet het laatste project voor ouderen zijn dat in Soest gerealiseerd wordt. Na de toespraken liepen de genodigden naar de plek waar burgemeester Scholten als teken van de officiële ingebruikname een sierpeer plantte. Ja, dat gaat nog wel, hè? Wie zit hier op buiten? Ik heb het ook niet. Bouwplan Mercuri. In Soesterberg werd vrijdag 23 mei gestart met de bouw van 60 huurwoningen. Het plan Mercuri omvat 27 straatkamer en 33 tuinkamerwoningen met huurprijzen die variëren van 605 tot 655 gulden per maand. Mercuri is naast Apollo de tweede woonwijk voor Amerikanen in Soesterberg. Dit project werd ontwikkeld door BMOG Projectontwikkeling in opdracht van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel. Het ontwerp van de woningen, evenals de uitvoering van de bouw, is in handen van Rijnbouw BV. Govaert Makelaardij in Amersfoort heeft het verhuur van de woningen in haar beheer. Een groot aantal genodigden was voor de officiële handeling naar het bouwterrein gekomen. Deze bestond in het op zijn plaats brengen van een zwaar vloerelement.
Wethouder Plomp liet zich uitvoerig voorlichten over de bouw. Naar verwachting zullen de huizen in het eerste kwartaal van 1987 voor bewoning gereed zijn.